reden dat Joe Biden de kandidaat is, is dat Donald Trump zijn tegenstander is. Joe Biden had daar nooit gestaan als daar een andere republikein... Want ze denken dat hij degene is die hem aan kan. Ja, en dat is eigenlijk denk ik ook de enige reden dat ze nog een keer Joe Biden nomineren op deze leeftijd, terwijl hij zo impopulair is. Dus Joe Biden is in zekere zin ook afhankelijk van dat extremisme van Donald Trump. Hmm. Hebben wij überhaupt een goed beeld in Nederland van deze strijd? Ja, ik denk dat ik merk als ik in Nederland ben dat er heel veel zorgen zijn over de verkiezingen en het feit dat Trump weer gaat winnen. Ik heb soms het idee dat Nederlanders er nog meer mee bezig zijn dan Amerikanen. Oh, ja. Ja, wij gaan echt het land in en dat is ook als Trump dit soort uitspraken doet, dan is het voor ons vooral belangrijk van hoe komt het op kiezers over. Dus we gaan het land in, we gaan er met mensen over praten. En je ziet gewoon dat de meeste kiezers hebben totaal geen zin in de verkiezingen. Nee. Het waren ook hele traumatische verkiezingen in 2020... die nu met diezelfde kandidaten opnieuw worden gedaan. Het heeft tot heel veel onrust... Traumatisch? Ja, het heeft tot heel veel onrust geleid. Het heeft tot een kapitoolbestorming geleid. Het heeft tot complotten, precies, complotten geleid waar heel veel ruzies over zijn ontstaan. Hè? Want Donald Trump beweert nog steeds dat hij de winnaar is van die verkiezingen. Ja. Wat alle rechters hebben weersproken. Maar, Ik zit dan te denken, dan ga je dit land in. En met frisse moed, hè, als correspondent. En dan kom je allemaal mensen tegen die helemaal geen zin hebben in dit verkiezingsjaar. Dan moet je daar wat van gaan maken. Ja, dat lukt wel, hoor. Maar het is echt wel heel anders. Ik heb twee Want je kwam in 2016 daar, toch? 2015, ja. Precies toen Trump begon. Ja, op de dag dat Donald Trump voor het eerst een politiek debat deed... toen kwam ik aan in New York. Je carrière is gaan gelijk op. Ja. Ja. En wat is het verschil dan? Zonder Trump ging Carlijn in Trump. Net als Joe Biden. Oh, sorry. Toen was er enthousiasme en waren mensen betrokken, wilden ze graag campagne voeren voor iemand, gingen ze naar rallies. Vonden ze het ook interessant dat ik dat werk deed en dus ook vaak bij dat soort bijeenkomsten kwam. Nu, toen ik een paar maanden geleden naar Iowa ging voor de eerste voorverkiezingen, mijn buurvrouw keek me aan van, goh, je zou daar maar naartoe moeten. Ze had medelijden. Niemand heeft enig enthousiasme voor... er zijn altijd een paar fanatiekelingen die Trump soort van aanbidden en die ook Joe Biden blijven steunen. Maar er is echt heel veel cynisme. En dat is echt nieuw vergeleken bij eerdere verkiezingsrondes. Nou, merk jij dat?